Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot het aantal besmettingen en eventueel overleden personen in de gemeente Boksel? Kunt u dat per kern noemen? Nee, ik kan dat niet per kern benoemen, want wij krijgen van het RIVM de cijfers voor de hele gemeente Boksel. En op dit moment is de stand van zaken dat er 5 coronapatiënten zijn geregistreerd en er is 1 iemand aan het virus overleden. Met wie bent u in overleg omtrent deze crisis? En hoe gaat dat in zijn werk? Ik ben in overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio en dat is Jacques Mikkers. En voor de rest wordt er heel veel gewerkt met het crisisteam wat we in onze eigen gemeente hebben. En dat niet alleen wij, dat hebben alle gemeentes. En samen doen we alles wat er gedaan moet worden om het virus, de verdere verspreiding tegen te gaan. Een vraag van Daan. Hoe is het om nu burgemeester te zijn? Nou, Daan, dat is een hartstikke goede vraag. En ook best lastig te beantwoorden, omdat op dit moment het werk wat ik doe niet het standaardwerk is wat de burgemeester dagelijks doet. Heel veel nadruk ligt natuurlijk op het communiceren met je inwoners, het uitleggen waar het allemaal precies over gaat. En daarnaast zorgen dat iedereen ook de maatregelen opvolgt die het Rijk ons doorgeeft. Want dat is echt het allerbelangrijkste. Met z'n allen de maatregelen opvolgen. Vraag van CJ, 10 jaar. Hoe gaat de gemeente te werk in het gemeentehuis? Blijft iedereen op gepaste afstand tijdens hem of haar werk? En de burgemeester? Heel goed dat je dat vraagt, CJ. Want natuurlijk hebben alle mensen op het gemeentehuis een voorbeeldfunctie. Dus wij moeten goed laten zien hoe het echt moet. Dus wij houden inderdaad afstand van elkaar. En dat geldt dan voor de mensen die op dit moment op het gemeentehuis werken, omdat het niet anders kan. Alle andere mensen werken gewoon thuis. Net zoals heel veel mensen in het land thuis moeten werken. En alle kinderen ook niet meer op school zitten, maar gewoon ook thuis bezig zijn. Dat is heel belangrijk. De mensen die wel werken, op afstand, minimaal 1,5 meter. Vraag van Filou, 9 jaar. Waarom zijn er zoveel maatregelen? En wanneer is het afgelopen, denkt u? Filou, ik heb geen flauw idee wanneer het afgelopen is. Ik ga ervan uit dat het nog best eventjes kan duren. Ja, en de maatregelen, die hebben we getroffen. En dat zijn er ook best veel. Omdat dat de enige manier is om te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt.